Deze show in Korea was echt serieus unreal. Precies op het einde dat ik stop, stopt hij er ook gewoon mee met het leven. Maar dit was een man die heeft meer voor ons betekend dan hij dan mensen zien. This is From the Heart. Wij zijn hier nu in Seoul, Korea. Het is de laatste keer voor mij Korea. World DJ Festival. Meer dan 50 shows achter de rug. Het eerste half jaar van 2023. Ik heb nog 3 weken te gaan. Dat zeg ik wel heel eerlijk. Het komt nu wel heel dichtbij. Dat voelt wel heel dubbel. Vorige week is ook een hele goede vriend van mij overleden, plots overleden. Thomas Dudridge, mijn producer voor 10 jaar. Precies op het einde dat ik stop, stopt hij er ook gewoon mee. En met het leven. Dus dat heeft mij erg geraakt. We zouden juist samen het grote nieuwe avontuur ingaan. Niet weten wat we gingen doen. Ik zal me altijd in mijn hart meedragen, ongeacht wat ik doe. Maar het had zo leuk geweest als we samen die nieuwe reis in hadden kunnen... Had ik kunnen meemaken. Ja, het zet mij ook weer even op mijn plek. Ook mede doordat als ik er nu niet uithaal wat erin zit, dan kan het zomaar over zijn. Dus het zet wel weer even alles in perspectief ook. From the heart. I've learned young. This world ain't no rainbows and sunshine. I keep strong. Just like the world through them tough times. We zijn hier beland in een kattencafé. Ik hou van katten, dus ik wil met ze spelen. Heart of a lion, king of the streets, eye of the tiger, rough like the sea. How would they... Hoe het als de Prophet bij de illegale rave was begonnen. Dat was eind 80e jaren, waar iedereen zijn share had in het organiseren van feestjes en het opbouwen en het meehelpen. Ik hielp bijvoorbeeld ook gewoon mee met speakers sjouwen en bij ISP bijvoorbeeld. En bij Multigroove deed ik dat ook. We hadden natuurlijk André Monden met Mayhem. En dat was eigenlijk het begin van de illegale dingen. En daarna werd het opgepakt begin 90e jaren. Toen werd het wat commerciëler alweer. Toen dachten de grote jongens in één van hé, hey, dit willen wij ook. Maar dan wat beter. Wat uiteraard alles veranderd heeft tot wat het nu is. Je merkte wel altijd zeg maar, dat je harder draaide dan degene die bij jou waren. Of voor je stonden. Of op dezelfde line-up stonden. En op een gegeven ogenblik moest je wel echt gaan kiezen inderdaad. Moest je wel kleur bekennen wat je moest draaien. Wat ga jij draaien? Daar gingen wel de hardere kant op. En dat was, in die tijd heette dat geen hardcore, maar dat, zoals je, als je nu terugkijkt, heet dat nu wel hardcore. En van hardstijl was nog helemaal geen sprake, want het begon pas 2000. Hard. Als iemand mij 30 jaar terug had gevraagd, over 30 jaar sta jij in Seoul, Korea, in Sydney, Australië, Tokio, Japan, LA, USA, van hot naar her, links naar rechts, afsluiten je laatste show, 50.000 man, Defcon 1, had ik gezegd, je bent gek, dat is natuurlijk te bizar voor woorden om daarover na te denken überhaupt. Dus ik had dat niet geloofd. For the last 35 years, I've given everything for the harder styles in dance music. But now, it's time for the next phase in my life and I'll step out of the spotlight.
I'll quit as DJ The Prophet. En ik stop eigenlijk als The Prophet omdat ik mezelf de ruimte wil gunnen om weer eens te kunnen experimenteren in de studio. En misschien wel met hele andere dingen, buiten de studio om. Dus misschien wil ik wel schilder worden of kunstenaar of ontwerper of fulltime papa. Ik ga niet met pensioen, dat denkt iedereen wel, dat heb ik ook zo uitgesproken. Ik ga keihard door met ondernemen. Ik ga keihard door met creatief zijn en blijven. En ik ga zeker niet op mijn lauren rusten. Dat wil ik wel even uitgesproken hebben. From the heart. Waar ik het meest trots op ben, als ik er nu of zo van even eentje moet noemen, is dat ik de laatste 10 jaar samen met Tom Dudridge in de studio eindelijk weer mijn eigen ei kwijt kon met hem. En dat we dan gewoon in 2019 gewoon mijn grootste hit hebben, Wanna Play, die dan ja, nog nooit zo groot is geweest als welke andere plaat dan ook. Of alles bij elkaar, weet je? Gewoon bizar. Dus daar ben ik wel heel trots op. From the heart. De gig van vanavond gaat natuurlijk geniaal worden. Q-Desk Canada wordt het een hele dikke show. Hardcore Canada kijkt iedereen er heel erg naar uit. Azië begint wel echt te groeien, merk ik, qua harde muziek. Dus ja, het wordt gruwelijk. Prepare for the payback. Ja, ik zag mijn grote held een van zijn laatste sets draaien voor een geweldig publiek in Korea. Hun werk is de reden dat ik mijn werk heb. En zo zie ik het echt. In 1994 mocht ik eindelijk op mijn 15-jarige leeftijd naar het festival toe. En ik weet nog goed dat Dolphy stond op de Thunderdome stage. Als The Prophet, maar ook als Dream Team. Ja, dat soort herinneringen die komen bij mij omhoog als ik Dolphy dan zie draaien. Ik hoor dat iemand die met zijn tijd mee is gegaan. Dus wat je merkt is dat hij op een hele slimme manier, maar ook op een manier die, waarin hij zijn hart volgt, met de scene is blijven meebewegen. En voor ons komt het misschien als een soort van schok van, hey, het komt zo ineens en hij gaat er vandoor. Maar ik denk dat dit iets is waar hij natuurlijk al lang al mee speelde. Daar heeft hij goed over nagedacht. Het gaat hem de ruimte geven om andere dingen te doen. Maar dit is een man. Die heeft meer voor ons betekend dan hij dan mensen zien en dan hij misschien ook zelf durft uit te drukken. En het is mooi dat verhaal eens een keer wordt verteld. Hate is gonna hate. Deze show in Korea was echt serieus unreal. Het was gewoon het maximale. Alle muziek die we nu gemaakt, die je nu hoorde, heb ik met de Thomas Dudridge gemaakt in de studio. Co-producer van Wanna Play, van One Moment, eigenlijk van alles wat we doen, wat ik doe. Dus ik heb een x-aantal tracks aan hem opgedragen. Ook One Moment. Ik wou nog één momentje met hem hebben. Iedereen gevraagd om veld te illuminaten with the lights voor Tom. Ik denk dat hij het wel gezien heeft van bovenaf. Hij heeft me geraakt als een malle. En deze is wel eentje voor in de boeken. From the heart.